Ik zag net ook iemand met dezelfde outfit. Oh jee. Oh jee. No pain, no gain. Oké, apart. Mijn moeder zei voordat ik vertrok, zei ze ja, dit staat toch wel beter. Kan je dit niet even aandoen? En ja, uiteindelijk moet ik toch wel luisteren naar mijn mama toch. Ik heb geen eigen wil, mijn vriendin heeft mij gekleed, dus... Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Tina-video. Ik ben Roxie en vandaag zijn we bij de Tina Awards. En ik sta hier op de roze loper waar straks alle super toffe sterren met hun leuke outfits overheen gaan lopen. De dresscode van vanavond is casual gala met een touch of pink. En dit is wat ik aan heb. Ja. En ik ga dus iedereen interviewen die zo meteen hier overheen loopt. Dus ik ben heel benieuwd wat iedereen aan heeft. En vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En we gaan snel beginnen. Nou, daar komt dus Madelief aangelopen en die gaan we even aanspreken. Madelief, mag ik jou wat vragen? Wat heb je vandaag aan? Ik heb een jurkje aan van Christian Lakenwaard. En ja, nou, je ziet er super leuk uit. Waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, natuurlijk het thema, het touch of pink. Nou is het wel helemaal pink, maar ja, en ik vond er gewoon helemaal bij passen. Wat hebben jullie aan? Nou ja, ik heb een simpel overhemdje aan die ik eigenlijk de dag van tevoren heb besteld. En een nette broek, maar toch een beetje hip, want als het te net wordt, dat past niet bij mij. Dus ik dacht, ja, ik wil het een beetje casual, maar toch een beetje gala combineren. Ja, ik heb een two-piece, three-piece is het eigenlijk. En ik vind dat gewoon lekker stylish eruit zien en lekker makkelijk. Maar ik moet zeggen, ik zag net ook iemand met dezelfde outfit. Oh jee. Ben je zo blij? Oh jee. Nou, ik vind dat ik een suikerspin ben eigenlijk. Ik ben helemaal roze. Hele grote roze pumps aan. Dus ik identificeer mezelf als een suikerspin. Nou, oké. Okay. Top, leuk. Ja, nou, ik ben gewoon eigenlijk alle kleuren. En schoenen die eigenlijk helemaal niet lekker zitten, maar wel heel mooi zijn. Oké. Ja, we proberen alles eigenlijk een beetje te baseren op elkaar, gewoon een beetje roze. Dus ik koos er voor de extra touch met de parels en zo. En deze kleerhakken, want het past bij alles. Zo, ja. Superleuk! Wit jurkje en een jasje en die is een beetje nonchalant over mijn schouder. En dan deze schoenen en roze nagellak. Jesse van Wieren, kom eens even hier. Wat zie je er leuk uit. Jawel, dankjewel. Nou, ik heb een roze jasje aan, fluorerend is het. Daaronder heb ik een wit blouseje, een zwarte pantalon, mooie zwarte lakschoenen en natuurlijk een goed humeur om me heen. En dat kan je natuurlijk ook zien. En mijn nichtje die heeft een hele mooie witte jurk aan met een roze vestje. Nou, ik zag dit dus op het internet en ik denk, ja, weet je, het is een beetje anders dan zeg maar normaal mat. En ik denk, ja, het is wel gewoon hip, fancy en het valt wel een beetje op. Daar hou ik ook wel van, dus... Dat snap ik wel, ja. En het is natuurlijk ook gelijk je touch of pink. We gaan natuurlijk Jordans. Je bent TikTok of je bent het niet, hè? Nieuw jaar. Broek, Bershka. Deze, vet oud, H&M volgens mij. En deze heeft iemand voor me gemaakt. Zo leuk! Waarom heb je voor deze outfit gekozen? Ik had eerst een jurk aan, maar toen dacht ik, nee, we gaan niet over de top. Ik hou me gewoon lekker een beetje op de achtergrond, want ik dacht, nou, we gaan gewoon voor een iets simplers, maar leuk, weet je wel? Ja. Superleuk. Ik heb een tasje, super cute. Een rokje van de Bershka. Een kooltrui van de H&M. Jasje van tweedehands winkel. En mijn hakken heb ik Loki zelf gemaakt, want het waren eerst gewoon van die open hakken. En toen heb ik van die sokken eroverheen gedaan en een knipje gemaakt. En dus nu heb ik... sokhakken. Heel eerlijk gezegd, ik heb echt niks roze in mijn kast liggen. En ik dacht gewoon even iets anders, want meestal dragen de jongens op een red carpet gewoon een pak en weet ik veel. En toen dacht ik, nee, we moeten dat even anders doen. Dus daarom heb ik dit aangetrokken. Hallo Summer. Hallo. Wat zie je er prachtig uit. Ja, dankjewel. Jij. Dankjewel. En waarom heb je deze outfit? Waarvoor, weet je, waarom dacht je dit is de outfit? Nou, het was een beetje een verrassing wat ze ervan gingen maken, maar ik had wel een beetje tip gegeven van er moet een touch of pink in zitten. Nou, dat hebben ze gedaan. Beetje specifiek, maar maakt niet uit. Ik zie hem. Ja, maar ja, ik was er heel blij mee. Ja, dat snap ik. Het is echt heel mooi. Mijn pak is oprecht helemaal van de zaar. Ik zweer. Oh, hard. Cool. Oké. Okay. Geel van Tim van 3. Hier. En zo naar Tim. No pain, no gain.
Oké, apart, apart. Sloffen. Sloffen, dit is wel een statement. Schoentjes van de Nike. Pakje is van... Weet ik niet. Ik krijg het naam stylist, Hessel. Geen idee. Overhemdje is van Tommy Hilfiger. Ringetje van Buddha to Buddha. En dat was het eigenlijk wel. Oké, okay, leuk. En nou, je hebt dus je touch of pink, dat is helemaal te zien. Want je pak is pink. Ja, ik dacht, ik ga gewoon lekker all the way. Dus, ja. Nou, hartstikke leuk. Hey Rami. Hoi. Hoe is het? Lekker, met jou? Goed. Je ziet er heel leuk uit. Ja, is dat zo? Nou, eens gelijks. Dankjewel. Laat even zien wat je aan hebt. Doe even een fitcheck. Oké, fitcheck. Stropdas, lichtroze. Zelfde stropdas als Alessio. Dat is één. Zelfde stropdas. Maar luister, ik ga iets vertellen. Luister, ik, Alessio, dat is deal. We gaan geen colbert aan doen. We gaan gewoon dit. Ik heb maar wacht. Kijk, we hadden afgesproken inderdaad. Zelfde broek, zelfde. Maar mijn moeder zei voordat ik vertrok, zei ze, ja, dit staat toch wel beter. Kan je dit niet even aandoen? En ja, uiteindelijk moet ik toch wel luisteren naar mijn mama, toch? Ja, als mama het zegt, dan moet het. Dus mama, je weet, ik hou van jou. Maar ik hou ook van mijn moeder. Ja, dus... oké, mama gaat voor. Toch? Hey Maxime. Hallo. Je ziet er zo mooi uit. Dankjewel. I love it. Doe even een fit check. Laat even zien. Jurkje van ASOS, schoenen van ASOS, tasje van ASOS, oorbellen van Costas, ketting van de gekke winkeltje in Utrecht, weet niet waar. Nou ja, het thema was casual, chic with a touch of pink. En ik ging gewoon op ASOS even scrollen en een beetje kijken naar roze items. En toen kwam dit een beetje bij elkaar. Oké, ik maak even een rondje. Ja. En oké, het is natuurlijk sowieso een touch of pink, dus een beetje iets met roze. Nou, dat is gelukt. En ik vond het wel tof dat het los van elkaar is. Dus een soort crop top colbert-achtig iets met een rokje eronder. En dan gewoon vette kolenbrokking, gele schoenen. Wat zie je er fantastisch uit. Dankjewel. En je hebt ook nog eens gewonnen. Ook nog. Ik heb een topje van de Zaar. Oh, nee. Ik heb trouwens hetzelfde topje aan als Joya. Ik weet niet. Oh echt? Wat grappig. Ja, Joya. Ja. En we hebben bijna dezelfde oorbellen in, dus helemaal matching. Dit is de modemeisje. Mijn broek is ook van de Zara, moet ik zeggen. En mijn schoenen heb ik ergens in een winkel gehaald. Jullie willen niet weten waar. Maar ik heb ze gevonden. Ik wil het wel hebben. Oh, en mijn tasje van Zara Gefalter. Oké, nou superleuk. En waarom heb je deze outfit gekozen? Nou, ik vond het thema casual gala, dacht ik, wat moet ik hiermee? Want hoe kan ik casual in een gala pak gaan? Dus dat is me niet gelukt. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor een spijkerbroek en die maak ik een beetje gala. Hallo. Daar is onze presentatrice. Yes. Wat zie je er fantastisch uit. Dankjewel, Rob. Waarom heb je deze outfit? Waarom heb je dit gekozen voor de awardshow? Nou ja, ik moest natuurlijk een touch of pink. Dus ik denk, ik ga niet helemaal roze. Maar dan heb ik gewoon dit en ik heb nageltjes, meteen nagels die ik niet wil. Ik heb een pak aan. Een spijkerpak. Boom. Bershka, gewoon niet duur. Gewoon daar op het budget. De broek past bij het pak. En omdat het thema was de roze, dus ik heb een roze shirt aan. Maar je touch of pink, die wil je eigenlijk helemaal niet laten zien. Nee, want ik hou er gewoon van als je nog een verrassing hebt voor later op de avond. Ik heb geen eigen wil, mijn vriendin heeft mij gekleed. Dus Nee, zij gingen met een roze iets aan, ik met een spijkerbroek. Dus we dachten, nou hè, dan gaan we hetzelfde. Schoenen zijn Jordans die helemaal vertrapt zijn. Maar ja, wel nice. Ik heb een glitterjumpsuit aan in het zwart met een roze tasje. De touch of pink. Ja, de touch of pink. Ik heb mijn nagels roze laten maken. Ik heb een kleine roze detail in mijn oorbel. Voor de spice. Voor de spice. Ja, helemaal leuk. Jurkje is van Naked, schoentjes van Nike en tasje is van een boutiqueje bij mij uit de buurt. En sieraden bij jullie. Leuk, leuk, leuk. Oké. Bij mij is het jurkje van ASOS, tasje H&M, sieraden, My Jewelry. Oké. Volgende. Mijn outfit is eigenlijk bijna allemaal van Lofi's, tasje Scotch Soda en mijn schoenen van Puma. Leuk. Mijn jurkje is van Naked. Dat is het. Mijn schoenen, ik heb geen idee. Dat is het. Ik heb schoenen van de Puma. Ik had eigenlijk hakken aan, maar daar kan ik niet op lopen. Dus ik dacht, nou, ik doe toch maar mijn sneakers aan. En dit jurkje komt van ASOS, ik weet niet hoe je dat noemt. En dan heb ik mijn haar gekruld. En de ring van mijn moeder. Nou, hartstikke leuk. In mijn nummer, wat ik net heb opgevoerd, zit het woord glitters. Dus ik dacht, ik moet wel een glitterjurkje hebben. En dit was de beste en de mooiste die ik vond. En het doet me denken aan Assepoester. En nou, jullie hebben vast wel een beetje rondgekeken naar iedereen. Stel je voor, er zou een award zijn voor de beste, leukste outfit
van de Tina Awards. Aan wie zouden jullie die dan geven? Ik heb Quincy, viel mij gelijk op, met een pruik had hij op en die liep echt als een baasje de hele tijd rond. Dus als ik hem iemand moet geven, denk ik gelijk aan Quincy eigenlijk als eerst. Oké, okay, nou, top! Ja, nou, ik ga dan toch voor mijn mede-outfit genoot. Hè? Ik moet zeggen dat ik nog niet iedereen heb gezien. Nee, ik zou dat nog niet kunnen zeggen. Zeg gewoon jezelf. Ikzelf natuurlijk. Ik weet het echt niet. Ik weet het beter, want iedereen ziet er helemaal anders uit. Ja, we geven hem aan jou. Oké. Oké. Ik vind you and I heel mooi. Ja. Ja, die staat daar. Je hebt zojuist de award gewonnen voor de beste, leukste outfit van de avond. Ja. Ik vind het aan Rami natuurlijk. Hé, hey, dankjewel. Oh, ze zagen er allemaal tof uit, maar ik vind Jade Anna echt wel echt, die is zo knap. En die zag er ook weer zo tof uit en ze heeft gewoon alleen een spijkerhoek aan en een top en dan is het nog steeds tof. Dus ik denk, ja. Ja. Ik denk dat hij dan toch gaat naar Esmee Joanna. Die ziet er echt beeldig uit vanavond. Dus Okay. Ik zou hem sowieso een haar geven, ja. Oh my god. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Jade wel echt bloedmooi vond. En ook met dat fel roze en zo, echt heel knap. Oeh, nou ik vond dus iedereen er heel erg mooi uitzien. Ik vond dus Aniek echt er ook heel mooi uitzien, die vanavond zong. Zal ik hem ook geven? Oké. Okay. Nou, superleuk. Ja, ik had iemand gezien helemaal in roze pak, een jongen, en dat vond ik wel stoer. Ja, dat snap ik. Ja. Ik weet niet wie het was, maar in ieder geval dat vond ik wel het toppunt outfitjes. Ja, ik zou hem gewoon aan Tips de Modemeisjes geven natuurlijk. Ik zou hem gewoon aan Jaren geven, denk ik. Wie ik heel mooi vond vandaag was Madelief. Met het mooie roze jurkje. Die vond ik heel mooi. Ja. Eens. Heel leuk. Nou, dat was dan alweer de video. Ik vond het zo leuk om iedereen te interviewen. En ik ga nu de show kijken. En jij kan dat ook doen hier op Tina TV. Doei!